jongens, van je leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Island Survival. Vandaag gaan we verder met onze village farm. Ja, zoals je ziet zijn we daar een vorige aflevering mee begonnen. Daar gaan we dus verder mee. Wat we eerst gaan doen is, we gaan hier twee blokjes in die hoek plaatsen. Twee blokjes in die hoek. Even een andere hoek doen. Oké, ik ga jullie even uitleggen hoe we het vandaag gaan doen. Ja, deze rij met witte blokken. Ja, wat we eerst gaan doen is, we gaan eerst cobblestone hier omheen plaatsen. Gewoon als vloer zijn. Ja, maar op de witte blokken, ja, dat zijn de blokken waar de deur op komt te staan. Je hebt deuren nodig in de village farm. Want zonder deuren kun je de villetjes in gaan doen, maar dan gaan die villetjes zich niet voortplanten als het ware. Dan gaan ze zich niet, ja, dan gaan ze niet broeden. Ze krijgen geen nieuwe villetjes erbij. Ze hebben een aantal deuren nodig om zich uiteindelijk voort te planten. Hoeveel deuren ze hebben, dat gaan we straks even tellen. Want je hebt een bepaald aantal deuren nodig voor een bepaald aantal villetjes. Dus voor mij is dat maal 0,80 of zo. Zoiets heeft dat ermee te maken. Ik weet het niet precies. Nee. Oké. Okay. Dus we hebben, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We hebben dus altijd 40 deuren nodig. Ja. We hebben een heleboel deuren nodig, zoals je ziet. Wat voor deuren het zijn, maakt niet uit. Nee, het maakt totaal niet uit wat voor deuren het zijn. In deze hoeken gaan we ook eventjes zulke blokjes plaatsen. Zoals ik zei, wat voor deuren het zijn, dat maakt niet uit. Als het maar gewoon deuren zijn. Ja, het kan van allerlei soorten hout zijn. Het kan ook iron deuren zijn. Oh, iron deuren weet ik trouwens niet of het kan. Maar het kan dus eigenlijk van alles zijn. Wat ik nu ga doen is, ik ga eventjes zo. Kijk, oh, dat past precies. Heel mooi. Past aan deze kant ook precies. Waarom staat deze hier? Nou, ik weet niet waarom die dat stond in de nacht al. Wat is er mis mee? Zo, we gaan dus eigenlijk een soort mooi, mooie muren maken. Ja. Zo, en dan gaan we hier ook verder zo. Die kant op. Zo, perfect. Ja, dat is gewoon de muren. Ja. De villagers kunnen zelf niet bij de deur komen. Nee, dat kunnen ze niet. De deuren zijn aan de buitenkant. En de villagers kunnen dus niet naar de deur toekomen. Maar ze denken wel dat die deuren er zijn. Ja. Dus ze planten zich wel voor. Maar de deuren kunnen ze zelf niet bereiken. Dat is eigenlijk de hele reden erachter eigenlijk. Wat ik ga doen is, ik ga even hier opstaan. Ja, wat we ook moeten doen is, voordat we een village hier gaan plaatsen, moeten wij zorgen dat het helemaal verlicht is hier. Dat kan door glowstone, dat kan met torches. Ja, dus we moeten echt zeggen dat er geen enkele zombie kan spawnen. Dus hier binnen is het belangrijkste, maar die buiten ook het liefst. Oké, zo. Het moet 3 hoog zijn, dus we moeten nog een niveau omhoog gaan. Dus dat gaan we eerst doen, even kijken. Ja, oké. Zo. We kunnen dus niet springen, want we zitten al bijna tegen het plafond aan. Het hoeft voor mij geen 3 blokken hoog te zijn, maar ik maak het 3 blokken hoog. Dus, zo, deze hoek. Kijk, die moet ook eentje op, ben ik hier vergeten. Ja, zo. Plafond moet ik even kijken. Ik denk dat het plafond helemaal van die witte blokken gaan maken. Echt helemaal wit, maar die is verkeerd. Ik denk dat ik dat ga doen, ja, omdat ik daar meer blokken van over heb. Oh, 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 sorry jongens. Jullie zagen mij cheaten. Nee, ik heb de fly aan staan. De fly gebruik ik voor thumbnails en zo. Ik heb voor de aflevering heb ik voor opgenomen. Dus heb ik gewoon een screenshot gemaakt. Ja, dan gebruik ik de fly voor. Kan ik hele mooie dingen maken. Kan ik mooi hier in de hoek gaan vliegen. Tenminste, heb ik net straks gedaan. Even kijken. Hier komen ze allemaal deuren. Ja, hier kan ik naar boven parcouren. Nee, ik moet naar boven parcouren. Oké. Okay. Dan gaan we hier even de witte blokken plaatsen. Ja, ik hoop dat mijn opname het goed gaat doen. Ja, en niet dat die vast gaat lopen. Want ik heb de laatste tijd problemen met mijn OBS. En mijn computer trouwens ook. Mijn computer was soms te oververhit wanneer ik opneem. En dat vind ik niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Dat vind ik niet fijn. Dat is gewoon niet fijn. Ik heb de witte blokken zitten ook bijna op. Oké, het is minstens hoog genoeg nu. Wat we nu gaan doen is, even kijken. Ik heb hier ook nog genoeg blokken van. Dus ik ga dat zo doen. Dan ga ik die even weghalen. Oké. Ja. We gaan dus nu een dak maken. Ja, het dak hoeft in principe maar 1 rij blokken zo te zijn. Ja, en de rest wat glas. Dat was allemaal glas. Dat
glas komt hier bovenin, komt ook een gat. Dat gat wordt net zo groot als het glas eromheen, als het ware. Of het glas hierop. Ja? Zodat eigenlijk het daglicht bij komt. Want ze hebben daglicht nodig, of de wiet heeft daglicht nodig. Dus oké, dit is heel mooi. Nou, de witte blokken gaan we er zo mee in doen. Zo, ja, dit maakt niet veel uit. We hebben de blokken in principe niet echt meer nodig. Dus we kunnen ze best wel opmaken. Ik heb nog 16 blokken over. Voor mij is het net genoeg. Ja, het zal net genoeg moeten zijn. Ja, we hadden nog 3 over. Oké, mooi. Dan gaan we hier naar de bovenkant. Ja. En dan zoek ik even op waar... Oké, hier... Dit is op zich mooi. We gaan even de rand zoeken. Oké, dit is de rand. Oké. De rand gaan ze overheen lopen. Zo. Het gras halen we dus weg. Om daar straks glas te plaatsen. Gras gaat weg voor glas. Ja, ja, ja. Glas moeten we dan maken. Dus ik heb een heleboel zand, volgens mij. Ik heb een stek aan zand. Ik denk dat er genoeg is voor... of genoeg glas in ieder geval. Dat betekent dat dit zorgt eigenlijk voor het licht in de farm zelf. Ja, je kunt ook voor mij ook in de 4 blokken glas doen. Dus voor mij heb je dan ook genoeg aan licht. Maar oké, dit is heel mooi. Wat we eens gaan doen, ik ga even naar een van mijn ovens. Ik ga er even glas plaatsen. Ik ga even kijken of ik hout heb. Denk het niet. Heb ik nog even één oven? Is het met kool? 7, dat is niet genoeg. Oké, hier, die kan ik even uithalen. Die kan ik hierbij doen. Mooi, zand erin. Oké, ga mijn glas maken. Of heb ik nog glas? Oh, ik heb nog een heleboel glas. Oké, dat is genoeg. 64 blokken. Ik ga ervan uit dat 64 blokken genoeg zijn. My god, altijd die glitch deur. Dit is handig, maar het is handig als je in het midden gaat staan. Dan gaan we dus hier omheen allemaal glas plaatsen. Ook op de witte blokken. Ja, dat ziet er best wel mooi uit. Oh, nou, dat is een glasblok. Zijn we dus kwijt. Ik weet niet of we 64 blokken genoeg hebben. Ik wist niet dat ik nog glas had, by the way. Okay, ik moet ze ophouden met blokken verkeerd te plaatsen. Nou, daar heb ik vaak last van. Dat ik ze erop plaats. In plaats van ernaast. Oké, zo. Zo. We hebben wel genoeg. Of niet. We komen 2 glazen blokken tekort. Nee, waarom? Zo. Oké, nou. Dan kunnen we gelukkig naar binnen. Ik heb daar nog genoeg glaasblokken. Hout. Hout hebben we niet meer. Nee. Oké, ik heb de 3 saplings nodig. En ik heb de bone meal nodig. Zit dat hierin? Ja. Oké, dus we moeten een heleboel bomen gaan planten en bomen gaan kappen. We hebben het hout nodig voor de deuren. Oké, kijk maar naar buiten. Oké, ja, je kunt precies zien waar het gat zit. Oké, mooi. Mooi. Nu gaan we dus even een plekje zoeken waar we bomen kunnen planten. Die kan weg. Oké, daar zit dus een gat. Oké, die blok laten we dus nog even zitten. We gaan dus even een plekje zoeken waar we wat bomen kunnen planten. Niet hier, het liefst. Dit is mijn tuin. Ik wil niet geen bomen planten in mijn tuin. Even kijken, zijn de villetjes nog helemaal oké? Ja. Ik was nog... Die is nog oké. Hij is ook nog oké. Het zijn allebei, by the way, dezelfde villetjes. Als het goed is, maken ze een baby samen. En dan zijn we weer terug. Mijn opnameapparatuur stopt er totaal mee. En mijn PC liep vast en noemt eigenlijk maar op. Dus, ik heb het probleem volgens mij niet verholpen. Ik hoop dat mijn opname... Dat mijn opnames nu goed gaan. Ik heb daar de laatste tijd een beetje last van. Ik weet niet precies waarom. Maar ik heb wat gedaan. Ik heb offscreen heb ik dan even verder gegaan. Omdat ik eigenlijk tijdens de opname, niks kon doen. Omdat mijn opnames niet deden, simpelweg. Dus nu hebben we ervoor gekozen. Of nu heb ik ervoor gekozen om even wat offscreen te doen. En je ziet, die kisten hier zijn weg. Ja, ik heb de inventory. Ik heb mijn inventory verschoond. Helemaal leeg. Mijn armen daar ligt boven. Ja. En... Als je ziet is alles mooi in de kisten. Ik heb alles mooi opgeruimd.
Ik ben heel trots op. En de sergie zit in het gat. Ja, oké mensen. Zijn jullie klaar voor wat ik jullie laat zien? Ja, en... Een mooie gang. Wauw. Wow. Ik heb Cobblestone gebruikt. Ik vind Cobblestone heel mooi. Ik gebruik Cobblestone eigenlijk nooit voor... interieurs als dit. Nou, maar ik vind het wel echt wel mooi. En hier zijn wij dan bij de villetje farm. Ja, de villetje zit er nog niet in. Nee, zoals hier zit, ik heb een klein doorgang gemaakt. Ze zitten er nog niet in. Maar ik ben bang dat wij een probleem hebben. Ja, en het is dat dit villetje van te klein is. Hij is 8x8. Ik weet niet of het genoeg is. Het zijn dus in totaal 40 deuren. Ja. Ik weet niet of dat er genoeg zijn. Nee. Maar wat we wel gaan doen is, we gaan wel de villetjes hier inplaatsen. Ja, dan gaan wij... dan gaan we deze aflevering doen. Of de aflevering hierna. Dus we gaan ze dan hier inplaatsen. Ja. Dan gaan we deze aflevering doen. Of tenminste, dan gaan we het proberen. Ja. En hier heb ik een ruimte gemaakt voor mijn Netherward. Ja, dat is echt een hele aparte ruimte hiervoor. Ja, eventueel kunnen we hier ook nog een keer een ruimte maken als dat nodig is. Dit zijn de deuren. Dan ga je eigenlijk helemaal om de farm heen. Ja. De kans is dus als het ware groot dat ik alles één of alle twee blokken moet uitbreiden naar alle kanten toe. Dus dat ik de villetje farm moet gaan uitbreiden. Dan ga ik dat wel offscreen doen, want dat duurt gewoon veel en veel te lang om dat in opname te doen. Het is heel frustrerend, ja, om dat helemaal opnieuw te moeten maken. Dus wat we nou gaan doen, is we gaan even kijken hoe het met onze villetjes zit. Villy en Villa. Hoe zit het met Villy en Villa? Ze zien er allemaal heel goed uit. Villy en Villa. Oké. Okay. Ik heb offscreen ook. Ja, dat zal ik even hier bij mijn ding gaan kijken. Oh, het gaat op aardig goed. Ja. We hebben aardig veel pijlen en potten en zo. Maar ik heb offscreen ook wat zitten minen. Tenminste, in de gangen die we gegraven hebben, heb ik even afgegaan. Ik heb alle eiden gemined die wij hebben. En die heb ik in de ovens gedaan. En dit is alle gold. Ja, hier heb ik al een stack aan iron. We hebben wat double drops gekregen. Ja, en hier heb ik ook double drops. En nog meer iron. Dit is een heleboel iron zoals je ziet. De gold die kunnen we hierin plaatsen. Ja, nice. Zoals jullie hebben we heel weinig diamonds. Dus na deze aflevering gaan wij, of nadat we eigenlijk de village farm klaar hebben, dan gaan wij een mining aflevering doen. Op zoek naar meer diamonds. Maar ik wil ook graag twee nieuwe pickaxes hebben. Eén met Fortune en één met Silk Touch. Zodat we natuurlijk meer diamonds kunnen krijgen zo. Dus wat we gaan doen is, ik ga even kijken of ik hout heb. Ik heb wel wat sticks. Ja. Ik weet niet of het genoeg sticks zijn. Ik hoop denk wel dat het genoeg sticks zijn. Dan gaan we rails maken vandaag. Dus we zetten hier 19 sticks in. Als het goed is en ik doe dan... Nee. We gaan even testen. Niet dus zo. Daar hebben we dus rails. Nice. Ik weet dus niet hoeveel rails ik nodig heb. Ja, even kijken. Zo. Oké. Zo. Hoeveel rails heb ik nu? Een stack. Oké. Prima. We gaan twee minecartjes maken. Omdat we twee villetjes hebben als het ware. Ja. Dan wat ik wel ga doen. Ik heb mijn hoop bij me. Dat is heel fijn. Want het probleem is, hoe krijgen we ze hierin? Hier zijn de villetjes. Ja. Dus wat we waarschijnlijk gaan doen is, we gaan hier een rails maken. Die hier... Zo, van hier helemaal daarheen gaat, zo. Dus hij komt eigenlijk hier. Volgt deze lijn. We gaan de lijn, dat gaat zo hierheen. We moeten onze heg denk ik kapot maken. Oh nee, we kunnen ze over onze heg heen laten gaan. En dat ze dus hier met het karretje naar beneden vallen. Dat is echt mijn bedoeling, ja. Dus wat we gaan doen is, we gaan twee delen van glas eruit halen. Die en die. Ja, is goed genoeg. Dan vallen we naar beneden. Dan gebeurt dit helaas. Dan gaan we even springen. En gaan helaas wel de boel hier kapot maken. Maar dat maakt niet uit. Zo. Dan heb ik een blok nodig. Ik heb geen blok bij me. Dan moet ik weer helemaal naar boven lopen. Ik vind het echt een hele mooie gang. We kunnen hier allemaal ondergrondse ruimtes maken. We kunnen ondergrondse kerken maken of zo. We hebben mobs niet kunnen stoppen. Het zou leuk zijn. Ik heb blokjes nodig. Wat voor blokjes maakt me echt niet uit. Ik heb hier vier houten blokken. Prima. We kunnen ook hier makkelijk weer naar beneden gaan zo. In plaats van dat we daar naar beneden springen. Dus mijn opname, alles gaat nog goed. Ja, ik ben heel blij dat alles goed gaat. Dus hopelijk blijft dat ook zo doorgaan. Wat we dan gaan doen is, hier is het gat zo. Ja. Ik denk dat we hem eentje breder maken. We hebben glas genoeg, dus we kunnen glas makkelijker repareren. Dan gaan we hier dus wat rails plaatsen. Zo. En dan hierop zo. Wat dit betekent is dat ze hier afvallen. Ja. Het karretje valt naar beneden, komt hier op de rails en gaat glijdt door. En komt dan hier uiteindelijk tot stilstand. Ja.
Dat is eigenlijk de hele bedoeling. Wat we nou wel gaan doen is, we gaan hier even een blokje plaatsen. Dus hier naar beneden vallen. Zo, dan komen ze hier op terecht. En anders blijven ze hier stilstaan. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Dan gaan we even de rails leggen naar de villetje van zelf toe. Ja. We gaan pas de villetjes overhalen wanneer het nacht is geweest. En nadat we net geslapen hebben. Ja. Want ik wil natuurlijk wel hebben dat we genoeg tijd hebben. Ik wil niet dat we straks tijd tekort komen. Die creep moeten we ook door. Ik heb geen zin om dat creepen ontploft op dat moment. Hé, ik kan geen rails plaatsen op glas. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Dus we moeten even wat hout plaatsen. Dan kunnen wij wel rails plaatsen. Ja, hopelijk kan ik wel rails plaatsen op de heg. Nee. Oké, dus we moeten straks een nieuwe plekje maken voor onze heg. Kijk, het wordt nou nacht. Dus het is goed. We gaan er zorgen dat voordat we gaan slapen de rails klaar is. Ja, en ik hoop dat ik genoeg rails heb. Ik heb wel genoeg rails. Ja hoor. Denk je, vanaf gebruik je rails. Dit is eigenlijk de enige manier hoe wij villetjes kunnen. Of naar de farm kunnen brengen. Ja, we hoeven alleen deze twee naartoe te brengen. En daarna, als het goed is, gaan ze dan broeden met elkaar. Oké, wij gaan dus nu slapen. Wanneer ik ga doen voordat ik slaap, is dat ik die creep even dood. En hij is ontploft. Heel mooi, heel mooi. We gaan dus nu slapen. Kijk, nacht is heel mooi, want alles een beetje oranje gloed. Dat is dus door Optifine. Sommigen vinden het mooi. Zoals ik vind het heel mooi. Sommigen vinden het niet mooi. Kijk, dat is mijn armen. Kijk hoe de armen er mooi uitziet. Zo. De armen ziet er echt mooi uit, zo. Kijk, ik ga een beetje een screenshot maken van de armen. Zo. We gaan even slapen. Ja, dus als het nacht, het licht wat zoals nu, dan gaan wij meteen naar de villetjes toe. Ja, want we moeten eigenlijk het daglicht zo goed mogelijk gebruiken. We moeten zorgen dat voordat het donker wordt, de villetjes erin zitten. Ja. Oké, nu ga ik eventjes hier naar binnen. Zo. En ga hier een stukje rails plaatsen. Ja. En een minecar. Nee. Philly is een weaponsmith. Wat kun je al schrijven? Efficiency. 22 coal van emeralds. Al coal is niet zo heel lastig te verkrijgen. Dus, oké. Okay. Jij moet in dat karretje. Kan dat? Kun jij in dat karretje? Ja. Goed. Oké. Okay. Hij is in het karretje. Nice. Wij kunnen ons hier uitmijnen nu. Dan doen we hier even hetzelfde. Dit kan dus zo weg. Ik denk dat het heel kort komt, eerlijk gezegd. Was het andere karretje? Hier is het andere karretje. Ja, hij zit er ook in. Heel, heel, heel mooi. Dan ga ik hier de poel eventjes leeghalen. Zo. Oh, precies goed, als het ware. Dus nu, ja, kan ik hier de poel omheen zo kapot minen. Ja. En kan ik ze op de rails drukken. Allebei. Hij zit dichterbij, dus ik denk dat hem eerst ga op de rails drukken. Oké. Okay. Hey, ik kan ze nu allebei drukken. Nice. Dus daar gaan ze. Daar gaan ze. Willy en Villa op weg naar hun nieuwe huis. Ik vind het jammer dat ze allebei een weaponsmith zijn. Dat vind ik weer heel jammer. Kom op. Rijden jullie. Rijden. Even een screenshotje ervan maken. Zo. Oké. Kijk. Oké. Oké. Dan moeten we zorgen dat hij eventjes doorrijdt. Zodat. Oké. Nu kun jij naar beneden. Kijk hoe goed dat werkte. Heel nice. Heel nice. Dan ga ik even gauw hier de boel repareren. Met glas. Ja. Ze kunnen er niet uit. Ze zitten vast in de minecarts. Dus ze kunnen helemaal nergens heen. Glas. Kijk, een hele stack aan glas. Ook een heleboel iron over. Ik had echt 3 stacks aan iron gemined of zo. 2,5 stack was het. Extra gedaan om dag van, oh, we moeten een heleboel rails maken. Maar dat valt wel mee. Dat valt mee. Kijk, daar heb je ze allebei staan. Allebei staan ze daar. Kijk, gewoon een zombie. Kijk, oh, nog een zombie villetje. Nice. Kijk, gelukkig heb ik gat gedicht. Dit is ook een hele mooie mobfarm als het ware. Alle mobs komen hierop af en wij kunnen de mobs doden. Oké, en dan krijgen we XP voor. Nice. De mobs zijn nu weg, kunnen we even dit hout weghalen. En dat ook verplaatsen. Nou, glas. Oké, het is allemaal gerepareerd. Wij gaan eventjes naar beneden via onze trap die wij gemaakt hebben.
Hier is ons gat. Ik weet niet of uiteindelijk dat zelf een trap naar beneden maakt. Ik heb van een ladder. Ik denk het wel, maar nu doet een ladder het eigenlijk ook helemaal goed. Hier zijn we dus. Zo, oké. We halen dit blok even weg. Ja, dan halen wij de rails weg. We gaan opstaan. Even kijken. Voor mij is hier geen rails meer onder of wel. Hier wel nog een rails onder hier. Oké. Nu ga ik... hoe gaan we dat doen? Ik weet hoe ik dat ga doen. Ik ga even gewoon naar boven. En ik ga een fence, oftewel een hek. Een deurtje maken voor een hek. Ja. Want villetjes kunnen de deurtjes voor een hek kunnen ze niet openen. Ja. Dat is iets wat ze niet kunnen. Ja, ik heb die sticks, dus als het goed is kan ik gewoon... nee, je moet het dus andersom blijkbaar. Zo, die kunnen dan allebei weg. Stick, stick. Stick, stick. Oké, okay, nice. We hebben dus een fence door. Een gate, dat is eigenlijk een poortje. Want hun kunnen die niet openen. Ik kan het wel openen. Dus ik kan gewoon in het gat wat ik nu heb gemaakt... Kan ik gewoon... Dat is blijkbaar een zombie aan de bovenkant. Ja. Dus nu... Ja, hier heb ik een deur, maar hun kunnen niet door dit poortje in als het goed is. Dus wat ik nu ga doen is ik ga... Ik haal deze weg, zo. Ik ga voor hun even dit weer opnieuw planten, zo. Even de seeds, hier zijn de seeds. Als het goed is hebben we genoeg seeds. 1, 2, 3, 4... Nee, ik kom er eentje te kort. Nou, dat maakt niet uit. Ik drop dit even, kijken of ze dat oprapen. Ja. Ze rapen het op, ja. Dus ik ga ook even dit oogsten voor hun. Het zijn namelijk geen farmers. Ja, farmers die oogsten zelf de wheat. Ja. En wat ik nu doe, geef jou de helft van dit. Hier, alsjeblieft. Hij pakt het op, nice. En jij krijgt dit. Hij raapt het ook op, mooi. Dus hun kunnen nu zelf brood maken en zo, volgens mij. Tenminste, ze kunnen nu zelf eten maken. Dus omdat er geen farmer is, oogsten ze de wiet zelf niet. Volgens mij. Ik weet niet of dat zo is. Kijk, dit is Philly. Philly geeft 22 kool voor een emerald. En een efficiency 1 iron shovel voor 6 emeralds. Dat is niet echt wat we nodig hebben, natuurlijk. Wat geef jij? 19. En een iron battle axe. Nou, dit heet by the way een battle axe. Wist ik niet, maar blijkbaar heet het een battle axe. Ik kom seeds te kort. Hoe is dat mogelijk? Ik weet niet. Ik heb blijkbaar wat seeds te kort. Zo. Ik hoop dat ze baby's maken. Ik weet niet of ze baby's maken. Oké. Ik heb hier nog wat wiet voor degene of jullie het willen oprapen. Allemaal goed. Dus we laten hun even met rust, ja. We gaan even de rails van de bovenkant weghalen. Ja. En we kunnen ze een beetje bespieden van de bovenkant natuurlijk. En hopen dat we van die hartjes zien dat ze een baby maken. Doen ze dat niet, dan weet ik dat, dat het niet goed is. Of tenminste, dat de village farm niet groot genoeg is. Dan moet ik hem dus offscreen groot maken. Ik hoop dat het groot genoeg is, ja. Zoals ik al zei... Verwacht het niet. Dus, oké. Ik moet even rustig in mijn opname. Gaat een beetje raar doen. Maar we halen dus rails weg. En we gaan even kijken hoe het zit met onze villetjes. We gaan dit villetje bespieden. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zie nog geen hartjes. Nee. Dus ik weet niet of het werkt. Ik hoop echt zo dat het werkt. Ik hoop het echt. Die geluiden ook die ze maken. Ik denk echt dat het klein is. Ja, ik weet niet hoe groot het gaat. Of ze dat ik hartjes zie of zo. Ik weet het niet. Het is nu wachten. Ja. Ze kijken wel naar elkaar. Ze gaan altijd in hoekjes staan. Villetjes gaan altijd in hoekjes staan. Ik weet niet waarom ze in hoekjes gaan staan. Maar dat doen ze altijd.
Oh, oh, dan gaan ze samen in een hoekje staan. Kan dat iets betekenen? Gaan ze wat doen? Oh, vraagteken. Ja? Zijn ze ook hartjes? Dat ze een babytje maken? Ik zie nog niks. Ah, en ze lopen weg. Oké. Okay. Ik weet niet waarom. Oké, dan. Oh, hij komt terug. Komt hij terug? Ja. Ja, kom. Ga een baby maken. Jullie kunnen het. Alsjeblieft. Hopen dat het werkt. Alsjeblieft. Een geluid, oké. Het zaaltje dat ze hebben. Ik vind het echt zo raar. Maar ik denk dat ik hier de aflevering ga afsluiten bij de villetjes. Dus vond je de aflevering leuk? Laat dan natuurlijk een like achter. En abonneer als je nieuw bent. En ik zie jullie allemaal in de volgende aflevering van Minecraft Island Survival.